In de vijfde klasse C speelden RKAWC en MBC Oud-Maasbracht tegen een. Azeroy tegen Maasbracht dus. En RKAWC degradeerde vorig seizoen uit de vierde klasse. En ze zullen er dus alles aan willen doen om weer terug te keren en klasse hoger te gaan spelen volgend jaar. En stiekem wil fusieclub MBC, Maasbracht en Bracht erbij combinatie. Dat natuurlijk ook wel. Maar of ze het spelersmateriaal daarvoor hebben dit seizoen, dat is nog maar de vraag. En ook voor Azeroy werd het alles behalve een makkelijk seizoen. Ze verloren de eerste wedstrijd met Veerijn van Leverooy. En speelde daarna gelijk met 2-2 tegen SVH uit Herkenbosch. Ook een ploeg die Ger weer hoger op wil dit seizoen. In Azeroy is de toesploeg echter het gevaarlijkste, want ze hebben Larry Heber. En nadat hij Azeroy na 20 minuten spelen op 1-0 hij gezat, gebeurt dit na ongeveer een half uur spelen. Larry Heber speelt de keeper uit en scoort dan ook de tweede treffer van de wedstrijd. 2-0 voor Azeroy. En dan liggen er dus in de eerste helft op dat Azeroy eindelijk de eerste overwinning van het seizoen gaat boken. MBC probeert nog wel gaat druk te doen, maar Larry Heber scoort nog een keer in de tweede helft. Een kwartierke voor tijd maakt hij aan de onzekerheid een einde. 3-0, een dik verdiende overwinning voor RKAWC uit Azeroy. Dat net als MBC nog alle zeilen bij moet gaan zetten dit seizoen om terug te keren in de vierde klasse. Ik ben het dat was wel genoeg.